Goed, meneer Van Grieken, is dat uw nachtmerrie van er is een voorakkoord van de N-VA met de socialisten? Maar de meneer De Wever neemt de loop met de waarheid. Er was wel een andere combinatie mogelijk in de stad Antwerpen. Dat was N-VA met Vlaams Belang, maar meneer De Wever heeft eerst socialisten buiten gejaagd om ze dan 6 jaar later terug binnen te halen. Ik vind dat iedere stem op rechts geen verloren stem mag zijn, maar iedere keer dat wij de hand uitreiken, spuwt meneer De Wever erin. Ik lees vandaag in de Tijd, vergelijkt hij de Vlaams Belangkiezers met een stuk stront in een krant gedraaid. Ik vind dat van een pijl, dat beneden alle pijl is. Ik vind het een niveau. Als ik al enig respect voor u had, meneer De Wever, dan bent u dat kwijtgespeeld om zo over kiezers te praten. Allee, ik betwist dat ik zo over kiezers heb gesproken. U zei het Vlaams Belang is een partij die een drol in een krant draait, ze voor uw deur legt, aan de deur belt en dan gaat lopen en je trapt erin. Wel, dat is het gedrag van die partij jegens ons. Altijd basje, altijd kappen op de N-VA en dan zeggen dat ze vriend willen zijn. Men reikt mij de hand. Is dat dezelfde hand die de hand van Assad heeft geschud? Is dat de hand die de hand van Gouden Dageraad heeft geschud? Is dat de hand van diegene die op de foto gaat? In datzelfde interview in de Tijd zegt u vandaag, Elio Di Rupo, un grand seigneur, zegt u. Menselijk heb ik daar geen enkel probleem mee. Alleen inhoudelijk heb ik er op geen enkel manier een overeenkomst mee. Dat is het contrast met Vlaams Belang. Wij hebben wel wat gelijkpunten in ons programma, maar het gedrag van die partij. Ze gaan in Rusland op de foto met die leiders die die Boeing uit de lucht hebben geschoten, waar 200 Nederlanders op zaten. Sorry, dat is beneden. Een gezin in Brasschaat dat gestorven is, dat je dat misbruikt, verdomme, in de campagne. U bent zonder schaamte. Ik ga niet op de foto met de mensen die dat gedaan heeft. Paars-groen met geel, voor u een aantrekkelijk alternatief? Ik was gekomen voor een inhoudelijk gesprek, want we staan een dag voor de verkiezingen. Maar het is, dat is eigenlijk het meest... Ja, maar nu heeft meneer Krombe het woord. Dat is eigenlijk het meest duidelijke dat het zeer moeilijk wordt om coalities te maken. In die zin dat er weinig coalities een grote meerderheid hebben. En op vandaag, zelfs een dag voor de verkiezingen, is er niemand die weet wat kan lukken. Dat wordt inhoudelijk al moeilijk, maar ook in de zetelverdeling. Het enige wat al zeker niet zal lukken is tussen deze twee heren, maar dat had ook niemand verwacht. Goed, Jan. Ja, dank je, Stef. De campagne duurt al lang. Emoties kunnen al wel eens oplopen. Maar iets anders in onze peiling bij de zwevende kiezers, 1 op de 5 weet nog niet waar hij morgen voor zal kiezen, blijkt dat mensen in de eerste plaats wakker liggen van hun koopkracht.